Voor Doek. Ach, ik ga niet zoveel kletsen, dames en heren. En ook niet voor jullie. Er is één meneer die heel belangrijk is geweest. En die wil ik nu het woord geven. Menno Oudekerk, voor jou het woord. Nou jongens, hartstikke goed dat jullie er allemaal zijn. En leuk dat jullie allemaal vanavond kunnen komen voor jullie prachtige werken. Hebben jullie al gezien waar jullie werken hangen? Ja, heel goed. Even dank aan de gemeente Almelo voordat we hier mogen exposeren. Natuurlijk weer een bijzonder moment voor deze Rembrandt schildertjes. En een speciale dank ook aan de wethouder van cultuur en dat hij zo het openingswoord gaat nemen. En ook speciale dank aan onze stadsomroeper. Leuk dat jullie hier zijn. Ook de ouders heel erg welkom. Ik mag nu als wethouder kunst en cultuur de expositie van jullie werk gaan openen. Een expositie die wordt geopend naar aanleiding van het feit dat jullie op de scholen onder leiding van kunstenaars allemaal een schitterend mooie schilderij hebben gemaakt. En dat zeg maar naar het beeld van onze grote schilder uit Nederland, Rembrandt van Rijn. De grote schilder die de Nachtwacht heeft geschilderd in Amsterdam. Die hebben jullie misschien dan ook wel gezien. Dat jullie nu zeggen van, ik vond het zo leuk, ik ga ermee door met dat schilderen. En jullie hebben een schilderij gemaakt met het thema Almelo aan zee. Samia, vertel eens, wat heb jij met schilderen? Ik deed het vroeger heel vaak. En ik kocht vroeger ook helemaal van die witte doeken, waar wij ook op hebben geschilderd. En toen ging ik ook altijd elke dag wel creatief bezig zijn. Bijna elke dag. En nu ben ik er een beetje mee gestopt. En toen heeft mijn school naar de Rembrandt schildertjes verwezen, dat ik misschien kan schilderen bij de Rembrandt schildertjes. En toen dacht ik, ja, dat is wel een keer leuk om te doen. Een aantal kinderen hebben we uitgekozen om mee te doen aan de schildercursus. Die wordt gehouden bij Kaliber Kunstenschool. En daar komen 10 tot 12 leerlingen. En die krijgen 10 weken lang een schilderles. Elke week gaan ze tekenen, schilderen. De verschillende technieken gaan we behandelen. Hoe je een schilderij opbouwt, de compositie. De vorm, wat kun je met de verf, de verfgebruik. Hoe kun je kleuren mengen, het evenwicht tussen de kleuren. En speciaal dit jaar proberen we ook nog een excursie in te plannen. Dat we op bezoek gaan bij een museum of iets dergelijks. Dus